Het ministerie van Arbeid heeft alle voorbereidingen getroffen om op korte termijn te komen met de nieuwe wet minimumuurloon. Dat zei arbeidsminister Suharto Mustaja gisteren bij de hervatting van de begrotingsbehandeling. De nieuwe wet moet worden gekoppeld aan de devaluatie. De wet minimumuurloon is voor het laatst aangepast in 2014. Mustaja zegt dat volgens de nieuwe wet het minimumuurloon zal worden vastgesteld op 8 SAD en 40 cent. De pogingen om het minimumuurloon aan te passen dateren van medio 2018. De grondige voorbereiding van het uiteindelijk staatsbesluit en met name de inwinning van adviezen die zijn ingewonnen van daartoe aangewezen hoge adviesorganen hebben enige tijd in beslag genomen. Derhalve is de ingangsdatum van het minimumuurloon vastgesteld op 1 maart 2019, totdat het op rechtmatige wijze is aangepast krachtens de op dat moment geldende minimumloonwetgeving. Daarbij zijn in acht genomen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die nopen tot het in overweging nemen van alle betrokken legitieme belangen. Dat is dus de stand van zaken wat betreft de aanpassing van het minimumuurloon en met het vooruitzicht dat een nieuwe wet minimumloon in aantocht is. Het minimumuurloon staat in nauw verband met de armoedegrens. Het ministerie is echter niet in staat geweest om de term armoedegrens te definiëren. Volgens Mustaja komt dit omdat het begrip armoede heel ruim is. Belangrijk lijkt mij om vanuit deze positie van mij aan te geven hoe ik daar tegenover sta. Het bepalen van het cijfer dat aangeeft hoe arm Suriname is. Het ogenschijnlijk een eenvoudig vraagstuk kan politiek populistisch uitgebuit worden, maar dat is niet mijn sterke punt. Ik wil het zakelijk houden en transparant bespreken, zodat u mij kunt controleren en zodat ik met u van mening mag verschillen. Als u het niet met me eens bent, dan denk ik dat ik niet het recht heb om u dat te ontnemen. Maar ik denk dat ik ook van mening mag verschillen en u dat niet van mij kan ontnemen. Maar feit is, van waaruit vertrekken we? Suriname is arm. Maar arm op welk gebied? Tot zover minister Suharto Mustaja van Arbeid gisteren in de Nationale Assemblee. Hij kondigde aan dat de wet minimumuurloon zal worden aangepast.